Een record aantal deelnemers en een record aantal toeschouwers. Het was gisteren een topdag voor de organisatie van de marathon in Eindhoven. Op één klein dingetje na. Er waren te weinig medailles besteld voor de deelnemers aan de marathon. Een pijnlijke blunder, al kregen in totaal maar 19 mensen het deksel op de neus. Iedere medaille tekort is er één te veel. Uiteindelijk zeggen wij, we willen hardlopers faciliteren bij het ultieme hardloopplezier. En als dan de fysieke beloning naar de finish ontbreekt, ja, dat is natuurlijk gewoon een drama. Het tekort aan medailles bleek een inschattingsfout van de organisatie. Maar die ondernam zondagavond meteen actie. Iedereen heeft een persoonlijke mail gehad en we gaan nu kijken met de leverancier hoe dat we, ja, zeg maar die nieuwe medailles, want ze zullen speciaal gemaakt moeten worden, hoe dat we die zo snel mogelijk uit China kunnen krijgen. Dus we moeten uiteindelijk heel het systeem voor 20, 25 medailles opnieuw nieuw inzetten. Die medailles zullen met het vliegtuig moeten komen. Als ze met de boot komen, dan zijn ze er over 2 maanden nog niet. Het is een duur foutje, zou je kunnen zeggen. Het neemt in ieder geval de boosheid weg bij de getroffen deelnemers. Er was gisteren bijvoorbeeld een mevrouw die heel erg boos was tegen de vrijwilligers. Die uiteindelijk zei, weet je, ik was moe, ik was emotioneel, ik was teleurgesteld. Maar ik heb me niet echt heel erg netjes gedragen. Dus daarvoor excuses en tof dat jullie contact opnemen. En fijn als die medaille nog krijgt.